Ik ben Johan van der Biest, ondervoorzitter van de Baksteenfederatie. Rond duurzaamheid, het debat van vandaag, is natuurlijk zo dat wij eerst als Baksteenfederatie hebben getracht via de studies van Vito, van Azro en van de WTCB de nodige informatie te krijgen op wat eigenlijk de impact van ons materiaal in het hele cyclus van grondstof tot en met afbraak van het gebouw betekent. En daaruit zijn we dan begonnen met een aantal investeringen en een aantal aanpassingen aan onze materialen te doen via ver uitgebreide productontwikkeling om die impacten drastisch te reduceren. Dus ik denk dat we als Baksteenfederatie helemaal in de moed zijn van het duurzaamheidsdebat en dat we door de wetenschappelijke input die we gekregen hebben eigenlijk continu onze impact trachten te reduceren. Zowel in de productie als in het finale gebouw dat met ons materiaal wordt gebouwd.